is dit nou toch ook weer? Weet je wel, Mike Arends. Mike Arends. En Mike, wat doe je zoal in het dagelijks leven? Zo, voetballen. En ik werk bij, in Harderwijk bij een verpakkingsbedrijf. Ik doe de financiële afdeling. Goeie vakantie gehad? Ja, zeker. Zeker. Net een weekje terug weer uit Bulgarije. Dus ja, lekker uitgerust en nu weer klaar voor een nieuw seizoen. Ja. Ook een lekker gevoel dat je waarschijnlijk meer speelminuten gaat maken als het vorige seizoen? Ik hoop het wel, ja. Maar ja, daar moet je altijd hard voor werken. Maar ik ga er wel van uit, anders was de kans groter dat ik was gebleven. Ja. Dus ik hoop wel op meer speelminuten, inderdaad. Heb je vertrouwen in de kwaliteit van de selectie? Ja, we hebben net twee keer getraind, dus je ziet er nog niet heel veel van. Maar ja, we gaan het de komende weken meemaken en ja, het moet zeker goed komen. Heb je vertrouwen in jezelf ook? Ja, dat altijd. Ja? Dat altijd, ondanks een wat minder seizoen, tenminste een seizoen met minder speelminuten? Ja, maar dat heeft niks te maken met mijn vertrouwen. Dus ik denk dat het... Dat ik hier weer nog meer vertrouwen krijg. Dus dat gaat wel goed komen. Wat zijn je sterke punten? sterke punten. Inzicht. Ik heb een goed schot. Goede actie aan de bal. En ja, verder zou ik niet te veel zeggen. Wat is je favoriete voetballer? Ronaldo. Ronaldo. Oké. Okay. Hey, waarom koos je uiteindelijk weer voor DVS? Nou ja, ik heb vorig jaar wel een mooi seizoen gehad. 1 seizoen bij Spakenburg. Maar ja, ik heb zoals je net al zei niet het hele seizoen gespeeld. En ja, ik wil nu toch wel meer zekerheid op speelminuten. En ja, ik denk dat ik daar hier veel meer kans op heb. En ja, vandaar dat ik... nu deze keuze heb gemaakt. En ja, het lag niet aan Spakenburg of zo, maar ja, ik denk dat de concurrentie daar wel wat groter is dan hier. En ja, vandaar dus dat ik hier. Je hebt hier prachtige seizoenen meegemaakt. Heb je het idee dat de selectie in de breedte weer sterker is geworden? Kan ik nu nog niet echt zeggen. Er zijn veel nieuwe jongens en veel jonge jongens. Dus. Dat is ook wel weer mooi. Maar ik kan nu nog niet zeggen of het sterker is geworden of breder. Dus nee, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. We hopen met z'n allen, DVS TV en kijkers ook, dat je weer ons fantastische dingen laat zien. Want dat heb je in het verleden veelvuldig gedaan, Mike. Ja, dankjewel. En, ik ga mijn best doen. Dus komt goed. Okay, heel veel succes. Dankjewel. Een oude bekende, terug op het oude nest. De naam. Daniel van Warven. Daniel, je hebt hier een heerlijk seizoen. Eén maar, hè? 1 seizoen, ja. Ja, was wel weinig. Maar te kort? In principe wel, maar wel een heel mooi seizoen gehad. Waanzinnig seizoen. Een prachtige overgang van Dos Campen naar DVS 33. En dat bracht je vervolgens naar Cambuur. En volgens mij heb je daar een mooie tijd gehad. Ja, absoluut. Ik heb zeker, nou bij DVS om te beginnen, heb ik een heel mooi seizoen natuurlijk gedraaid. Kampioen geworden. Ja, beter kon het eigenlijk niet. Toen een mooie overstappen natuurlijk gemaakt naar Cambuur. Nou, ze hebben een hele mooie twee seizoen gehad. Eerste seizoen heel veel met de eerste selectie mee geweest op trainingskamp naar Portugal. Ja, dagelijks met op eredivisieniveau getraind, zeg maar. Heel veel geleerd. En ja, ook nog topscorer van de belofte uiteindelijk geworden. Tweede seizoen, ja, qua aansluiting bij de eerste selectie wel iets minder. Maar alsnog, ja, natuurlijk de nodige trainingen meegepakt. En uiteindelijk nog bij de belofte aanvoerder geweest. Dus nee, ik heb zeker twee leervolle seizoenen gehad daar. Dat betekent dat je voor jezelf toch aardig wat stappen gemaakt hebt. Ja, ja, absoluut. Ja, dat vind ik zeker. Ten opzichte van het eerste periode dat ik hier was, merk ik zeker wel dat ik aardige stappen heb gemaakt. Op welke punten ben je verbeterd? Welk punt bijna? Ja, inzicht, techniek. Je bent dagelijks natuurlijk met een bal bezig. Momenten herkennen wanneer je druk moet zetten. Momenten herkennen wanneer je diep moet gaan. Ja, noem maar op. Heel veel punten. Momenten herkennen waarop je zelf moet schieten in plaats van pasen. Ik zag afgelopen zaterdag zeker 3 momenten waarin ik dacht, Daniel, kom op! Ja, klopt. Een aantal momenten zaten er zeker tussen dat ik zelf had kunnen schieten. Maar ja, ik ben zo bezig met het combineren dat ik af en toe nog wel iets te ver door wil spelen, zeg maar. Dus af en toe moet ik inderdaad ook eerder zelf schieten. Daar heb je helemaal gelijk in.
Je hebt afgelopen 2 jaar heb je voornamelijk bezig gehouden met voetbal. Nu ga je dat combineren met? Ik ga, als het goed is, in september ga ik de studie de PABO doen op het Winnersheim, leraar basisonderwijs. Lijkt mij een heel goed type voor. Ja, klopt. Ik heb natuurlijk, voordat ik hier kwam, heb ik de mbo-opleiding gedaan, niveau 4, landzijde sport en bewegen. Dus ja, ik heb al enige ervaring met het voor de klas staan, zeg maar. Dus ja, dat was toen ook hartstikke leuk. Ik wou graag iets met kinderen doen en vandaar deze keuze. Prachtig. Je ambitie, je persoonlijke ambitie bij DVS? Ja, ik heb opgeschreven, de trainer heeft natuurlijk gevraagd aan iedereen wat de persoonlijke ambitie is. Kampioen worden. Gewoon kampioen worden. Ja. Hartstikke mooi. En ja, dat is dan met het team, maar jou persoonlijk? Persoonlijke ambities, heb ik ook opgeschreven. Ik zat te denken aan 15 doelpunten en ook hetzelfde aantal assists ongeveer. Fantastisch, fantastisch. Die eerste trainingen, je eerste week van juni en nu weer en dan de eerste wedstrijd. Bevallen, wat denk je van de kwaliteit van de selectie? Hele goede, ja, volgens mij een hele goede groep. Best wel jonge jongens allemaal. Nou, een aantal, de nieuwe spelers van Spakenburg-IJsselmeer, volgens die dan wel iets ouder zijn. Maar ja, ik denk een goede mix op zich wel. Veel talenten tussen. Over Spakenburg gesproken, wat zijn de favorieten in de derde divisie in jouw ogen? Ik heb er nog niet heel erg mee bezig gehouden wie de favorieten zijn. Maar ja, ik denk Spakenburg, Quick Boys misschien. Ja, ik moet het zelf niet tekort doen, denk ik. Jong Cambuur als ze meegedaan hadden? Ja, absoluut. Okay. Hey, we wensen jou ontzettend veel succes dit seizoen. En we hopen dat we ongelooflijk van je gaan genieten, Daniel. Dankjewel, Piet. Komt vast goed.